bevers hebben we gelokaliseerd. Eens kijken of we het nou nog kunnen zien. Waar zit hij? Ja, niet bang. Ik kan niks zien eigenlijk. Ik heb wat film overgekomen. Ja, dan heb ik zo'n nakkocht gezien hier. Leuk joh. Ja, ik ben aan het filmen. Zo. Kijk nou joh. Ze zijn echt groot. Nou. Ze zijn wel. Oh joh, je kan het goed zien. Ze zijn zo met elkaar in de neer. Deze paardjes of niet? Ja, dat is ik wel. Ja. Niet te erg bij ons, hè? Nee, ja. Oké, daar zwemmen ze daar. Ja, eentje hoor. De andere daar. Ja, nou gaan ze weg, zie je? Ja, nu hebben ze allebei daar en daar hebben ze mooi in beeld. Nou, ik hoop dat het filmpje een beetje gelukt is, want het was heel erg tegen de zon in eerst. Nee, maar op een gegeven moment waren ze zo met elkaar in het toepooien. Nou, zo met elkaar weg. Wat gezien nou lukt, hè? Ik dacht even dat het twee kappen waren, maar toen zag ik. Goeie ogen. Dat ze een wacht hadden. Ja. Ze waren al 60 centimeter lang, hè? Ja, zeker wel. Nee. Nou, er zwemt er één voor, daar. Ik zag ze al eerder, maar ik dacht dat het twee takken waren. Misschien dat hier ook bevers zijn. Nee, dat wist ik ook niet. Ja, ik had wel iets over gehoord trouwens. Dat er eentje gesignaleerd was. Ze kunnen best hard zwemmen hoor. Hij heeft er twee gesignaleerd. Ja. Heel spoor zie je hem trekken zo. Ja. Over het water. Kun je nog steeds met één filmpje lezen? Ja. Ach, nou, leuk, goed gezien, hè? Hey. Ons laatste tochtje even van dit jaar. Heel rustig is het hier op het water. We zijn een beetje aan het inpakken. Daar staan de tassen al een beetje ingepakt. Even gekeken bij Thomas, want die moest de zeildiploma doen van scouting. En nou zagen we twee bevers. Zwemmen, die gaan wel snel.